Eerst wat ik doe, ik ga die hand draaien. Ik draai hem gewoon nogmaals zitten. Probeer het heel strak tegen te houden. Ik zit hier in mijn kracht, dat gaat hij nooit redden. En hij wil me nou vasthouden, want hij zou me natuurlijk ook kunnen proberen los te laten. Omhoog. Deze hand gaat tegelijkertijd omhoog, moet ik hier kracht zetten, bewegen. Gaat hierop reageren, het gebeurt met deze helemaal niks, dan kan ik heel makkelijk dit doen. Pak alleen maar zo even het beginbeet. Alleen maar dit stukje even. Dan zie je al dat hij die kant op gaat vallen. Alleen even dit eerste stukje. Zo pak je beet. Omhoog. En dat je even de aanloop nog even langzamer doen. Deze, rustig omhoog. Zie je vingers draaien heel klein beetje naar me toe. Deze gaat dezelfde beweging alleen naar die kant toe. Dat deze vingers hier achter zijn muis van zijn hand komen, bij zijn duim. En deze duim zit een beetje aan het einde van zijn pink, aan de onderkant van zijn pink daar. Kijk eens daar. Hij gaat weer omhoog. Pak weer op dezelfde manier. Deze zet ik hier niet. Draai ik een heel klein stukje dat ik ruimte krijg. Dan zet ik Shuto over mijn eigen duim heen. Alsof ik zeg maar schuin naar de grond toe sta. En gewoonlijk is dat natuurlijk één beweging. Let op, snijden. En geloof me, wat je nu nog met die andere hand wil proberen te doen, gaat niet werken. Dit is belangrijker. Ophelpen. Haal dat strijden eruit, hè, want anders dan leer je niks. En let op. Ja, kan. Dan doe je ogen dicht, net als ik. En dan voel je dat hij gaat reageren. Je blokt hem en de rest van de techniek is hetzelfde. En laat me even hierbij. Het gaat erom dat je dat gevoel krijgt. Eigenlijk zou je dit moeten oefenen zonder te praten. Dat is net al te laat, hè? Dan zou ik te kletsen. Eigenlijk kan ik aan zijn hand zou ik moeten kunnen voelen dat hij uithaalt. Zelfde beweging. Dat doorzet moet niet vallen. Dus hey, de techniek blijft helemaal hetzelfde. Gewoon als ik hem uitdoe, maak je halve salto die kant op, klet je op de grond. Ja? Wil je hem daar alleen maar. Dit kan ik proberen, kost me heel veel energie, maar hij is hier veel sterker. Hele makkelijke manier om uit te komen. Ik zet mijn hand achter in zijn nek. Dit is verschrikkelijk zeer. En dan zet ik mijn duimpunt. Zet ik precies een beetje schuin onder zijn oorlel. Ja, die is echt goed. Let even op. Als ik hiermee omhoog ga, laat ik zeg maar mijn duim volgen. Dus ik ga niet opstaan, ik duw me heen en ik blijf duwen. Want ik wil hier nog steeds onder controle. Jullie camper ook 180 graden kan draaien. Dit is nu gebeurd. Dus wat ik nu ga doen is ik ga hem aanvallen. En hij gebruikt gewoon Kenpo blok technieken. Dat moet je dus even doen. Alleen wat de stoot die we net hadden was natuurlijk, als die vrij lang doorgaat, dan kan je dat doen, hè. Dan kan je meenemen, maar als je kort stoot, wordt het altijd wel lastiger, hè? Om nog mee te nemen. Dan blijft hij wel eens in zijn stand staan. Deze komt van Attenhaven. Ik weet niet of jullie die kennen. Dit is een kempelkaar binnen de Bond. Vrij praktische Silopman. Die deed ongeveer dit. Hij stootte, hij verdedigde. En hij stootte direct op de zwevende rib. Waardoor hij een soort verdediging maakte, ook met de stotende hand. Dat doet hij. In. Gaat het onderdoor. Dus. Nog een keer. Tijdens de stoot. Gaat hij onderdoor. Let op zijn kin. En hij helpt hem overheen. 3 seconden liggen. Dus probeer even rustig uit eerst. De verdediging. Stoot. De onderdoor. Leg hem onder zijn rug, pak onze kin de kaito, als hij hier omhoog is, ga hem gewoon rustig neerleggen. Ligt ook op zijn eigen hand, die weinig te dulden. Ja, fries, at home.